afgelopen jaar, jaarwisseling, is weer enorm veel geknald. Ja. Er zijn ongeveer 1300 mensen in het ziekenhuis terechtgekomen. Er zijn 405... Onze doelgroep is aardig toegenomen. 435... hoe noem je dat? Spoedeisende hulpgevallen. Agenten die gemolesseerd zijn. Ja, en ook heel veel mensen die aan de kant stonden. Dus niet zelf met vuurwerk gegooid hebben. In Rotterdam waren geloof ik 20 mensen met blijvend oogletsel. Ledematen zijn afgerukt. Is dat nog een feestje? Ja, ik heb daar zelf grote twijfels bij hoor, op die manier. Ik heb vroeger ook eens vuurwerk afgestoken. Maar niet op deze wijze. Daarbij, als jij voor 3000 euro, dat is ongeveer 6000 gulden in mijn tijd, meer 6000 gulden, als je daar vuurwerk voor koopt en er ook nog moet afsteken, dan moet je ook wel heel wat vuurwerk hebben volgens mij. Ja, en ik begin me ook wel grote zorgen erover te maken. Ik bedoel, nee, maar honden, vogels, ouderen. We weten ook van een aantal hulphonden die echt letterlijk van de leg af zijn en op dit moment niet meer bruikbaar zijn als hulphond, mede door het vuurwerk. En wat gebeurt er dan? Kan iemand zijn huis niet meer uit? Nee, dat is echt een probleem. Dat is echt een probleem. En soms kunnen ze het nog oplossen, maar heel vaak ook niet. Ken jij mensen met een... kun je daar iets van laten zien? Dat is een hele goede vraag. Daar moet ik achteraan. Want het is natuurlijk gewoon... Kijk, beelden spreken, hè? Ja. Nee, maar weet je, hulphonden zijn natuurlijk vaak heel gevoelige honden die heel goed opgeleid worden. En als je die, zal ik zeggen, onder andere door vuurwerk. En er zijn echt mensen geweest die vuurwerk gooiden naar die honden. Dat is echt. Maar ik bedoel, daar heb ik dus geen woorden voor, eerlijk gezegd. Dan denk je van, hoe maf kun je zijn? Ik bedoel, je zou die jongens die dat doen onder andere naar een oorlogsgebied sturen. Zo van om eens te ervaren hoe het echt is. Dus we gaan dit jaar waarschijnlijk het einde zien van het afsteken van vuurwerk? Nou ja, weet je, ik denk zowel in Rotterdam als Amsterdam als heel veel gemeenten wordt er op dit moment al over gesproken. De druk in de Tweede Kamer op de regering neemt ook steeds meer toe. Dus men zal er absoluut iets mee moeten doen, want het loopt echt uit de klauw. Ik bedoel, het feit dat de brandweerwagens met ijzeren hekken voor de voorramen, voor de voorruit ingezet moeten worden, dat is natuurlijk krankzinnig. En dan heb ik niet over al die auto's die in de fik gestoken worden enzovoort. We gaan naar een filmpje kijken. Ja. Politieagenten die werden bekogeld met vuurwerk, mensen van de ambulancedienst die hun werk niet goed kunnen doen en heel veel branden in verschillende dorpen en steden. Er ging deze jaarwisseling meer mis dan eerdere jaren en veel had te maken met vuurwerk. Daarom zegt de baas van de politie dat het anders moet. Ik vind dat oud en nieuw op een andere manier gevierd zou moeten worden dan nu het geval is. Stoppen met gevaarlijk vuurwerk. De regels voor vuurwerk waren afgelopen oud en nieuw al strenger dan het jaar ervoor. Vuurwerkverkopers moesten veiligheidsbrillen, aansteeklonten en een standaard voor vuurpijlen meegeven. Komend jaar zijn de regels nog iets strenger. Dan is dit vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar een verbod voor al het vuurwerk, daar voelen de politieke partijen die met elkaar in de regering zitten niets voor. De politie moet mensen die zich niet aan de regels houden flink aanpakken, zeggen ze. Hoge boetes voor het afsteken van illegaal vuurwerk en strengere straffen voor mensen die zich asociaal gedragen naar ambulancemedewerkers en politie. Een verbod is niks, zeggen ze, omdat mensen dan gewoon naar Duitsland en België gaan voor hun vuurwerk. En vooral, zeggen de meeste politieke partijen, de meeste mensen gaan op een normale manier om met vuurwerk. De Partij voor de Dieren kwam toch met een voorstel voor een wet om vuurwerk te verbieden. En al kregen ze steun van een paar andere partijen, het is niet genoeg. Een verbod op vuurwerk gaat er niet komen. Jan, we hebben het gezien, dus dit kan niet. Dit is toch... Dit is gewoon echt onbeschrijfelijk. Kijk, vroeger, ik moet zeggen, dat maakte van de modelbouwvliegtuigjes. En die bliezen kop met een rotje. En nu doet de hele auto's opblazen. We zullen het merken. Ja.
Niet om te lachen, de 9300 incidenten. 1300 arts CQ ziekenhuisbezoeken. 385 bezoeken aan de spoedeisende hulp. En 900 bezoeken aan de huisartsenposten. 168 mensen met een oogletsel. 13 mensen blind aan één oog. Ook dat was de jaarwisseling van 2019-2020. Het is afgelopen jaar, jaarwisseling, is weer enorm veel geknald. Ja. Er zijn ongeveer 1300 mensen in het ziekenhuis terechtgekomen. Er zijn 405... Onze doelgroep is aardig toegenomen. 435... Hoe noem je dat? Spoedeisende hulpgevallen. Agenten die gemolesseerd zijn. Ja. En ook heel veel mensen die... aan de kant stonden, dus niet zelf met vuurwerk gegooid hebben. In Rotterdam waren geloof ik 20 mensen met blijvend oogletsel. Ledematen zijn afgerukt. Is dat nog een feestje? Ja, ik heb daar zelf grote twijfels bij hoor, op die manier. Ik heb vroeger ook eens vuurwerk afgestoken. Maar niet op deze wijze. Daarbij, als je voor 3000 euro, dat is ongeveer 6000 gulden in mijn tijd, meer 6000 gulden, als je daar vuurwerk voor koopt en er ook nog moet afsteken, dan moet je ook wel heel wat vuurwerk hebben volgens mij. Ja, en ik begin me ook wel grote zorgen erover te maken. Hoor. Ik bedoel, ja, maar honden, vogels, ja. Ouderen. Ik bedoel, we weten ook van een aantal hulphonden die echt letterlijk van de leg af zijn en op dit moment niet meer bruikbaar zijn als hulphond, mede door het vuurwerk. En wat gebeurt er dan? Kan iemand zijn huis niet meer uit? Nee, dat is echt een probleem. Dat is echt een probleem.
zal maar zeggen, onder andere door vuurwerk. En er zijn echt mensen geweest die vuurwerk gooiden naar die honden. Dat is echt... Maar ik bedoel, dat... daar heb ik dus geen woorden voor, eerlijk gezegd.